van Schiedam. Dit is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Heeft u een Valentijn vandaag? Daar staat ze. Ja. En wat gaan jullie doen? Nou, eigenlijk was gisteren onze trouwdag. Oh. En toen wilden we het uit eten, maar op maandag kan je nergens eten. Dus we dachten, we gaan dinsdag. Dan gaan we Schiedam een beetje bekijken. En dan gaan we gezellig samen lunchen. Heeft u een Valentijn? Nee. Heeft u wel eens wat gedaan voor Valentijnsdag? Oh, ja, jawel. Net mezelf verwend. En wat vindt u nou romantisch om te doen op zo'n dag als vandaag? Gezellig samen lunchen. Ja. Komen daar nog bloemen aan te pas? Nee, weet je hoe duur de bloemen zijn? Ik hoorde 5, 6 euro voor 1 rode roos. Gaat u Valentijnsdag vieren? Nee. Waarom niet? Ik heb geen Valentijn en daar heb ik ook geen behoefte aan nu, daarom. U heeft zichzelf verwend? Ja. En hoe doet u dat dan? Ik ben een alfa ritual. Dus van top tot kop tot teen. Lekkere producten en een Chanel. Dus die heb ik allemaal voor mezelf gehaald. En later, ik heb wat eten besteld. Lekker. En met kaarsjes. En een wijntje. Ja, lekker alleen. Heerlijk klinkt dat. Ja, dat moet je toch zelf ook maken. Heeft u nog een boodschap voor de jonge Valentijns vandaag? De jonge Valentijns? Doe wat je hartje ingeeft. Heeft u ook een Valentijn? Jazeker. Ga je wat leuks doen vanavond? Jazeker. Wat ga je doen? Gewoon lekker thuis, filmpje kijken. Lekker eten maken. Is dat jouw idee van romantiek? Ja. Gaat u een lekker dagje voor uzelf? Ja, ik ben net even wezen winkelen, even wat lekkers halen, dus vandaar. Heeft u wel in het verleden een Valentijnsdag met iemand gevierd? Heel lang terug. Ja, ik denk langer dan 22 jaar. En sindsdien niet meer. Doe ik altijd alleen. Vindt u dat erg of heeft u zoiets van... Voor jezelf is het toch ook leuk? Het hoeft niet altijd met iemand samen. Nee, ik heb een dochter, ik heb kleinkinderen, maar die doen ook dingen zelf. Dus ik verwen mezelf gewoon hoor. En uw boodschap aan anderen is ook van neem eens lekker de tijd voor jezelf? Dat zeg ik ook altijd. Neem de tijd voor jezelf. Hè? Tegenwoordig, ja, wat moet ik zeggen? Niet te veel op andere dingen letten, niet te veel negativiteit. Blijf positief. Dat is alles.